Ja, Sander, een poes of een kat, wat is het? Een castreerde kater, net een jaar oud. Beetje bangig of niet? Absoluut een beetje bangig. Hij heette bij die vorige eigenaar heette die Bang. Gewoon sprak er het anders uit, maar je schrijft het als bang. Nou, dat klopt wel. Hij komt bij iemand vandaan met psychische problemen. En kan best zijn dat hij daar toch wel een tikkie van mee heeft gekregen. Het is ontzettend een lieve, zachtaardige kater. Maar alles wat nieuw is, dat eng is, dat vindt hij, dat vindt hij toch weer spannend. We zoeken voor hem dus een heel rustig huis, zonder kinderen. Andere kat is prima en hij kan gewoon als binnenkat geplaatst worden. Maar het is echt een katje wat de tijd nodig zal hebben om te wennen. Nee, deze is absoluut niet bang. Dit is Saartje, die is 12 jaar oud. Is teruggebracht na een plaatsing van jaren. Met een beetje bizarre reden. Ze hebben een babytje gekregen en deze ligt af en toe op de plekken waar ook de baby is. Dus commode, dergelijke. Ja, en dat is een beetje gewoon, ja. Ja, te bezwaarlijk. Voor de rest was ze gewoon heel lief, gewoon ook met het kindje. Het was absoluut niet agressief, dus dan denk ik van ja, weet je. Ja, het is even lastig met sommige dingen, maar daar is toch een mouw aan te passen. Je ziet wel inderdaad een leuke kat. Ze is 12 jaar oud, dus echt wel wat ouder. Ze heeft ook een speciaal dieet vanwege iets mindere nierfunctie. Ja, we zoeken voor haar gewoon een adres waar ze weer een goede oude dag kan krijgen. Ja, maar ze kunnen heel oud worden, hè? Dus ik bedoel, wat dat betreft kan je heel veel plezier hebben. Absoluut. Kijk, 12 is absoluut nog niet stokoud. Dus ik kan echt absoluut nog even mee. Maar misschien is het ook wel weer een hele geschikte kat voor juist voor bij oudere mensen. Ik denk dat ze het liefst gewoon inderdaad als enige kat in huis is. Want je ziet dat ze hier ook echt de andere kat een beetje ontwijkt. Kinderen geen bezwaar. En zij wil wel graag af en toe naar buiten. Is deze poes nog jong of is het gewoon een klein soort? Het is een kleine dame, maar ze is ook wel vrij jong, want ze is net een jaar oud. Hoe heet ze? Mom. En dat komt omdat ze is binnengekomen. Toen was duidelijk dat ze net kittens heeft gehad. Als vondeling binnengekomen, dus we weten niet qua achtergrond, weten we er niet zoveel vanaf. Want we merken gewoon lieve, aanhankelijke poes. Echt een schatje. Als je te wild bent, dan kan ze even schrikken. Dus ik denk met hele kleine kinderen dat misschien niet helemaal de juiste match is. Later hoorden we wel iets meer van het verhaal, want toen belde er opeens een meisje van ja, ik wil even vragen hoe het met mijn kat van de opa is. Ik zeg kat van de opa. Ja, die heeft net kittens gehad en die is met jullie gebracht. Ik zeg ja, maar die is toch gevonden. Beetje dezelfde kleur poezen hè vandaag. Ja, het is toevallig rood, rood, rood. Dit is Rolo, is gevonden in Bunschoten. Flink het, hè? Een flinke kat en ik vind het best een knappe kat. Hij is geschat op ongeveer 4 à 5 jaar oud. Ja, eigenlijk echt een superleuke kat. En we zijn ook echt stom verbaasd dat hij niet gehaald is. We dachten nog vanwege de vakantie. Nou, wie weet zijn mensen op vakantie en melden ze zich later. Want er is gewoon niks mis met Rolo. Het is gewoon een leuke, een lieve, relaxte kat. Qua achtergrond weten we dus, omdat hij gevonden is, weinig van hem. Wat we hier merken, prima met andere katten. We hebben wel eens mensen met kinderen hier al voor de katten gehad. Die kwamen kijken voor een kat. Nou, ook prima. Regen komt hij ook gelijk naartoe. Gewoon een leuke kat. Ik vind het een aanrader. Ja. Aangezien die gevonden is, lijkt het ons wel verstandig om gewoon als binnen-buitenkat te plaatsen. Dus niet geschikt voor mensen voor een flat. Want ja, je weet niet zijn achtergrond. Ik kan alleen maar positief zijn over hem. We waren net bij de honden en bij de poesenopvang. Er zijn geen honden binnengebracht, nieuwe. Maar er zijn wel heel veel konijnen, hoor ik. Ja, het is echt ongelooflijk. We zijn natuurlijk sinds april open. En alleen in de maand juli zijn er meer dan 40 vondeling konijnen binnengebracht. Ja. Ja, maar dit lijken me geen wilde konijntjes, toch? En vind je die dan gewoon ergens buiten? Ja, de konijnen worden met name ook buiten gevonden. Helaas worden er ook heel veel konijnen gedumpt op dit moment. Gewoon in weilanden, in het bos. Maar ze lopen ook gewoon door de straat. En die konijnen worden dan bij ons gebracht.
Ja, en wat doen jullie ermee? Ja, je zet ze in een hokje, maar verder? Nou ja, zeker omdat het nu vakantieperiode is, proberen we wel even te kijken van, goh, is toevallig de oppas die misschien vergeten is het hok dicht te zetten, want dat gebeurt helaas ook. Het gebeurt. We zien het vaker, hoor. Dus wij plaatsen ze sowieso op onze Facebookpagina. Elke keer een groepje konijnen van, goh, deze week zijn deze konijnen binnengebracht. We zien wel dat er een aantal konijnen opgehaald worden, maar helaas worden er ook heel veel konijnen niet opgehaald. Nou ja, je ziet het, Simba, het is eigenlijk een verschrikkelijk lief konijn. We knippen er heel erg regelmatig, ook dat ze heel erg gewend raakt, ook aan aanraking en met mensen te komen. Maar je ziet het al, ze heeft hele mooie, dikke wangen. Ik vind hem leuk. Ja, het is echt een liefje. Dus ja, dat geven wij nu eigenlijk ook altijd, sinds kort ook als service aan mensen, dat wij gewoon helpen langharige konijnen te knippen. Omdat we het echt heel erg jammer vinden als een langharig konijn afgestaan wordt. Dus... Nou ja, goed, daar hebben we ook zeer bedreven mensen in die haar kunnen knippen. Ik ben een beetje aan het uitdunnen nu. Ik ben nu gewoon even een beetje aan het uitdunnen. En dat is ook wel noodzakelijk ook voor haar. Zodat ze eigenlijk ook gewoon goed bij haar, zich goed kan wassen. En langharige konijnen hebben heel vaak last van obstipatie. Dus vandaar dat het ook wel belangrijk is dat je ze gewoon eventjes goed bijhoudt. En het wordt gewoon een leuk teddybeertje ook. Want het haar groeit ongeveer 30 centimeter per jaar. Nou, dit is Shawnee. Shawnee is een van de laatste overgebleven broers. Daar zoeken we ook echt een huis voor. Het is een schat van een konijn. Je ziet het al, het is aaibaar. Ook een wildkleur. Shawnee houdt ook van lekker van rennen. Het is ook een half wilde, dus eigenlijk ook weer hetzelfde verhaal. Echt voor de konijnenliefhebbers die graag een konijn willen laten zijn. We zoeken nog een mooie dame voor hem, waar hij heel lang gelukkig mee kan worden. Shawnee is ongeveer 1,5 jaar oud nu. Zoeken jullie die dame of doet hij dat zelf? Konijnen zijn heel erg kieskeurig als het gaat om het zoeken van een partner. Dus we nodigen altijd mensen uit en dan gaan we het koppelproces in. En daar zijn we soms echt wel een uurtje mee zoet. Om te kijken of het de juiste partner is voor het konijn. Dit is Pipo. Pipo zit al een tijdje bij ons. Een mooie gladharige albino. Een hele leuke vent. Maakt wel een dominant mannetje. Dus ook daarvoor zoeken we eigenlijk weer een stevige dame. Of gewoon een... misschien dat ze met z'n tweeën haar plaats kunnen worden. Want op zich kunnen mannen heel goed samen bij elkaar met cavia's. En dat zien we ook vaak, dat we ze niet als koppeltje plaatsen. Maar twee mannetjes of twee vrouwtjes. Ja, die gaan niet vechten. Die gaan niet vechten, nee. Dit is Bart. Bart is de zoon van Pipo. Een mooie kruinkavia. Ik wou dat zeggen, ja. Leuk. Dus wel ook een albinootje, maar ontzettend lief diertje. Moet ze nou gekamd worden? Nee, de cavia's heb je niet zoveel onderhoud aan. Langharige cavia's wat meer, maar deze gewoon even een keertje lekker borstelen. Het is natuurlijk ook leuk om meteen met ze bezig te zijn. Maar je ziet het, cavia's zijn ook handbare diertjes. Als je ze veel aandacht geeft, dan heb je daar ook een leuk gezelschap aan. Dan gaan we naar Jaapie. Dit is Jaapie. Jaapie maakt iets meer herrie. Een prachtige kruimkavia ook. En, leuk met die vlekjes, hè? Ja, ontzettend leuk. Heeft ook een leuke open blik. Gaat goed samen met de andere mannetjes. En ook Jaapie is nog op zoek naar een vrouw. En dan hebben we nog de laatste. Dit is Choco. Choco is een wat bangere, grotere kavia. Deze is ongeveer 3 jaar, heeft ook wat langere haren. En Choco heeft ook echt wel een maatje nodig wat hem een beetje uit zijn isolement trekt. Dit is wel een iets bangere cavia als de andere.